Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, heeft vanmorgen officieel de opening verricht van de burgerinformatieunit van zijn ministerie. Hij deed dat samen met de coördinator Lawrence Ramahi. De unit zal gebruikt worden als centraal punt voor de samenleving om klachten met betrekking tot en of aanvragen van diensten van het ministerie te doen. Volgens unitcoördinator Ramahi heeft minister Pengel vanaf zijn aantreden aan de wieg gestaan van de informatieunit. Ramahi zegt dat er eerst een pilot van bijkans 6 weken is gedraaid om de kinderziektes te identificeren en te corrigeren. En vandaag is het een feit dat we de officiële opening hebben van de burgerinformatieunit en zo straks is de onthulling van het naambord van die unit. Ik wil ook in het bijzonder feliciteren de gemeenschap, want in principe gaat het om hun, net wat de heer Pengel heeft aangegeven. We zijn in dienst van de gemeenschap, vandaar de unit. En als ik een voorbeeld mag geven, de mensen hoeven niet meer vanaf vandaag niet te rennen met stukken om naar de desbetreffende afdelingen te gaan. U komt gewoon hier centraal op de begane grond en u komt uw zaken doen. De unit verstrekt informatie over alle afdelingen en moet gezien worden als een one-stop window om alle zaken te regelen die het ministerie aangaan. Volgens minister Pengel is deze unit het resultaat van de feedback die hij kreeg omtrent het functioneren van het ministerie. Daarom vindt de bewindsman deze stap een hoog nodige. Dus we waren er heel gauw uit van een burgerinformatieunit waarbij we dus informatie aan de burgers kunnen verschaffen. Mensen kunnen hier komen om te weten wat ze nodig hebben voor een aanvraag. En ze kunnen ook op één plek terecht voor informatiestatus van hun aanvraag. Maar wat wij nog belangrijker vonden is dat wij vanuit het ministerie ook feedback aan de burgers kunnen geven over bijvoorbeeld een klacht. Want wat we heel vaak als feedback kregen was, ja, de mensen van OWI zijn geweest, maar daarna heb ik ze niet meer gezien. Of ik belde naar een nummer en er werd niet opgenomen of die persoon die was geweest, was op dat moment buiten of ziek of met verlof. Dus de interactie met het ministerie en de gemeenschap is er altijd geweest, maar het verliep niet vlot. Dus wij beogen om met de instelling van deze unit, proberen we die interactie die er is met de gemeenschap te verbeteren, te versnellen en ook transparantie proberen we te bewerkstelligen. Patrick Pengel, minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij sprak vanmorgen in verband met de officiële opening en start van de burgerinformatieunit van het ministerie.